Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1142 met een uitzending van vandaag 24 november 2017. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag deel 6 uit de serie over geheime elektronica. Gisteren was een vraag of de geallieerden ook encryptieapparatuur hadden of dat alleen met talen van bijvoorbeeld de oorspronkelijke inwoners van de VS gedaan werd. De geallieerden hadden zeker ook zulke machines. De Engelsen gebruikten bijvoorbeeld sinds 1937 de T-Pex, een apparaat dat overigens grotendeels gebaseerd was op de commerciële Enigma van de Duitsers. De Amerikanen gebruikten tussen het begin van de Tweede Wereldoorlog en de jaren 50 een apparaat dat Sigaba genoemd werd, officiële naam ECM Mark II. Het was een geavanceerd apparaat. Het is zelfs zo goed als zeker dat de code van het apparaat nooit gekraakt is, althans er zijn geen voorbeelden van in de openbaarheid gekomen. Dit kan ook zijn doordat andere partijen mogelijk niet zoveel energie in het decoderen ervan staken, zoals de Polen en later de Britten dat in Bletchley Park deden. Het is echter, zoals ik vanochtend ook al in een QSO stelde, noodzakelijk om deze serie in te perken. Deze afleveringen gaan over geheime elektronica, niet alleen gebruikt in situaties waar de Enigma gebruikt werd, maar ook bijvoorbeeld bedrijfsspionage en bij detectivewerk door particuliere opspoorders. Het is in deze korte afleveringen onmogelijk om compleet te zijn. Sterker nog, dat zou ook heel saai zijn om alles in zo'n geval te moeten aanhoren. Deze serie pakte om verschillende redenen een aantal aansprekende voorbeelden uit. Enigma wordt bijvoorbeeld genomen omdat gedacht wordt dat dit voor de tijd waarin het speelde een van de krachtigste coderingswijzen was. En daarnaast spreekt het tot de verbeelding dat deze communicatie er niettemin de meeste tijd kon worden meegelezen. In deel 5 werd beschreven hoe door een verandering aan Enigma op het moment dat Duitsland een aantal landen binnenviel, de zogenaamde Sigalsky Sheets om de dagsleutel te voorspellen niet meer werkte. Men moest vertrouwen op sommige instructies voor Enigma die nogal nonchalant waren opgesteld en op fouten in het gebruik door degene die met de apparaten omgingen. Zaken zoals tekortkomingen waar de codebrekers veel aan hadden waren de volgende. De codebrekers in Polen kregen de beschikking over een traininghandboek van de vroege Enigma waarin een voorbeeld stond van de originele tekst en dezelfde tekst gecodeerd met daarbij de gebruikte sleutel. Radzewski kreeg het boekwerkje in december 1932 en vertelde daar later over dat het zijn werk had vergemakkelijkt. Het herhaald gebruik maken van dezelfde sleutel van de berichten zorgde ervoor dat Radzewski de manier van bedraden van de Enigma tussen 1932 en 1940 wist te achterhalen. Het steeds weer herhalen van dezelfde uitdrukkingen in de berichten. De meeste berichten begonnen bijvoorbeeld met de drie hoofdletters A en X met een spatie erachter. Dat betekende destijds in het Duits ter attentie van. Dat was voor de codebrekers in Polen en later in Bletchley Park een goed uitgangspunt. Het gebruik van voor de hand liggende sleutels, bijvoorbeeld met drie keer achter elkaar dezelfde letter, of het gebruik van drie naast elkaar liggende toetsen op het Enigma-toetsenbord, achter elkaar, onder elkaar of diagonaal in de sleutel, dat was voor de codebrekers ook zeer behulpzaam. Ook gebeurde vaak dat bij meerdere berichten achter elkaar als sleutel voor het volgende bericht de stand van de cilinders als eindresultaat van het voorgaande bericht gebruikt werd, in plaats van een geheel nieuwe sleutel. Een ander is dat eind jaren 30 het aantal verschillende cilinders werd vergroot naar 5 en voor de marineversie van de Enigma zelfs tot 8. In het apparaat bleven 3 cilinders zitten. De bedoeling was om uit de 5 of 8 beschikbare cilinders er steeds 3 andere te kiezen. Veel gebruikers van Enigma lieten altijd dezelfde 3 cilinders in hun Enigma zitten. Het niet inpluggen van alle 20 verbindingskabels, maar bijvoorbeeld slechts 6 van de verbindingen waarbij er 14 ongebruikt bleven, was weer een andere. Na 1939 kreeg Enigma meer aansluitkabels en werd deze gewoonte losgelaten. Na de zeg maar Poolse periode ontdekten de Britten ook meerdere van dit soort dingen, zoals de praktijk om identieke of bijna identieke berichten opnieuw uit te zenden via een ander versleutelingssysteem. De Duitsers hadden ook andere versleutelingssystemen. Sommige daarvan die konden in Bletchley Park handmatig door 1 persoon worden gedecodeerd. Het kwam voor dat een bericht zowel met deze lage versleuteling als via Enigma werd uitgezonden, wat dan weer een prima uitgangspunt bood om ook andere berichten met Enigma te kunnen decoderen. Bij sommige netwerken met Enigma's met meer cilinders dan de 3 die in het apparaat pasten, was het de opdracht dat het verplicht was om altijd alle cilinders te vervangen en er nooit eentje opnieuw te gebruiken die er al in gezeten had. Dit vergemakkelijkte het achterhalen van de sleutel flink. Deze laatste fout wordt ook nu nog vaak gemaakt als bedrijven of instanties eisen aan de gebruikte wachtwoorden stellen, zoals bijvoorbeeld een minimaal enkele hoofdletters of minimaal enkele cijfers, minimaal enkele leestekens in het wachtwoord.
Dit vergemakkelijkt het achterhalen van een wachtwoord door hackers aanzienlijk, doordat zulke eisen het aantal mogelijke wachtwoorden beperkt en patronen genereert die in combinatie met andere manieren het aantal mogelijke wachtwoorden nog verder kan beperken. Zoals het verplicht ieder jaar een nieuw wachtwoord kiezen, vergemakkelijkt het achterhalen van het wachtwoord. Dit gebeurt uiteraard net als bij Enigma ook als gebruikers een makkelijker te raden wachtwoord kiezen. Bij Enigma was het alsmaar herhaald gebruiken van steeds dezelfde sleutel een uitermate slecht idee. Maar aan de andere kant, dus ook het verbieden om dezelfde sleutel te herhalen, perkte het aantal mogelijke codes in. Nog een voorbeeld uit deze categorie is dat het bij de Duitse Luftwaffe verboden was om de ingestoken kabels bij de naastliggende letter in het alfabet in te steken. In de praktijk bleken de gebruikers van Enigma vaak de cilinders maar een paar posities te verschuiven bij de keuze van een nieuwe sleutel, in plaats van willekeurige posities te kiezen. In Bletchley Park veronderstelde men dat dit gebeurde en dat bleek inderdaad het geval. Een van de grote tekortkomingen van het systeem van Enigma tegenover latere systemen was dat als je een letter A intikte, dat dat in de resulterende code alle letters van het alfabet kon opleveren behalve de letter A zelf. Mavis Lever, de briljante studente die inmiddels deel uitmaakte van het team in Bletchley Park, vertelde dat ze leerde op te letten op ongebruikelijke zaken in de tekst. Zo kreeg ze eens een bericht onder ogen dat later door een collega getypt bleek te zijn. Nadat ze het bestudeerd had, merkte ze op dat er in de gehele gecodeerde tekst niet eenmaal de letter L voorkwam. Het bleek dus een bericht te zijn dat door een verveelde collega na een sigaret voor de grap ingetikt was, uitsluitend bestaand uit de meest rechtse letter van het Enigma-toetsenbord, de letter L. Met een bericht als dit kon, als je dit eenmaal doorhad, vervolgens direct de bedrading die bij het bericht gebruikt was worden achterhaald. Debriefings van Duitse cryptografie-specialisten die werden uitgevoerd na de oorlog wezen uit dat de Duitsers zich wel ervan bewust waren dat Enigma theoretisch kon worden gekraakt. Ze waren echter in de stellige overtuiging dat dat alleen brute force kon en dat zoiets in de praktijk niet te doen was omdat het te veel tijd en te veel mensen per bericht zou kosten om het uit te voeren. Hoewel de Duitsers tot op het allerlaatste moment in de oorlog verbeteringen aan Enigma uitvoerden, waren ze allom in de stellige overtuiging dat het systeem onbreekbaar was. En dat laatste verklaart ook de slordigheden waarmee ze het kraken van de code voor de geallieerden zo vermakkelijker maakten. Zonder die slordigheden was het, zoals ik eerder al zei, hoogstwaarschijnlijk niet eens mogelijk geweest om Enigma te kraken. Van Enigma afgeleid is de Russische encryptiemachine Fialka. Net als bij Enigma bestaan daar verschillende varianten van, zeg maar generaties, die naarmate de tijd vorderde het systeem alsmaar geavanceerder maakten. De M125 Fialka werd vanaf het midden van de jaren 50 in de Sovjet-Unie geproduceerd. De Fialka is vele jaren gebruikt. Eind jaren 60 werd de Fialka M125-3 uitgebracht, een sterk uitgebreide variant. De Fialka werd in aangepaste versies ook geproduceerd voor de satellietstaten in het Oostblok. Belangrijk verschil tussen de eerste Fialka's en de laatste Enigma's waren er twee. Waar Enigma met drie cilinders ruim 17.500 mogelijkheden voor de gebruikte sleutel had, beschikte de eerste Fialka al over 10 cilinders, waarbij het aantal mogelijke sleutels bijna 600 miljard bedroeg. Het tweede verschil is dat de cilinders niet, zoals bij Enigma, 26 posities hadden, maar omdat het in Rusland gebruikte Cyrillisch alfabet met alle varianten uit 30 letters bestaat, telkens 30 posities. De volgende keer gaan we nog wat verder in op deze Fialka. Vanavond is weer de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR vanaf 10:30, dat is op PI3 UTR, en op fm.shorties.nl vanaf 10:30 dus. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.